Ik ben Björn. Wij zijn van CarTalk. En wij hebben vandaag deze M850i Grand Coupé bij. En die gaan we vandaag voor jullie reviewen. Nou, we hebben vandaag weer een hele lekkere review voor jullie. Kijk eens achter mij, we hebben vandaag de M850i bij. En zoals je ziet is dit de wat langere variant, bijna 5 meter lang. Dit is de Grand Coupé, dus je kunt al je vrienden meenemen in deze auto. Nou, kom even wat dichterbij. Deze M850i heeft ook die BMW laserlichten. Dat zijn altijd die mooie strakke lichten van BMW. Dat is echt heel lekker blauw, echt mooi om naar te kijken. Nou, zoals je ziet... een lekker zonnetje op de auto. Maar dit is echt wel een prachtige kleur hoor. Deze kleur heet... dat staat onder de motorkap. Zal ik even laten zien? Oké. Dat is wel cool, dat is zo Rolls Royce-achtig. Dat de kleur onder de motorkap staat. Nou, deze kleur heet Verde Hermes Pearl Metallic. Dat is dit mooie groene kleurtje. Een prachtige kleur, is een individual kleur. Nou, deze auto heeft ook een shadow pack. Dat betekent dat alles een beetje zwart is gemaakt, want de raamlijsten. Hij heeft ook hartstikke mooie 20 inch diamond cut velgen met blauwe remschijven. Hartstikke vet. Nou, kom even mee. Zoals je ziet heeft deze auto ook een carbon dak. Je kunt natuurlijk ook een panoramisch dak nemen, maar ja, dat moet je zelf weten. De deuren zijn ook allebei edgeless. Dus het is heel mooi afgewerkt. Zonder rand. Nou, kom even mee. Ja, je ziet, het is nog een behoorlijk lange auto. Nou, dit is ook een vierwielaandrijving. X-Drive. M850i staat mooi in brons. Normaal gezien heb je de spiegels en de grill ook in die kleur. Maar omdat het een shadow pack is, is dat in het zwart en in de kleur van de auto. Hartstikke vette bak. En die gaan we eens even testen. Nou, zoals je ziet zit ik dus weer van binnen en wat een prachtig interieur, want je ziet het overal alleen maar leer. Het ziet er gewoon echt geweldig uit. Hier heb je eigenlijk een aparte zone en hier, dus je wordt echt afgezonderd van de passagier. Nou, dat ziet er gewoon echt uit alsof je in een sportauto zit. Heel mooi gedaan. Hier in de display heb je nog eens een informatie dat je in een M853 zit. Daarin heb je natuurlijk ook je navigatie, het bekende virtual cockpit systeem van BMW. Natuurlijk het... iDrive systeem van BMW, dat kennen we allemaal, werkt perfect, niks op aan te merken. Prachtig afgewerkt, overal pianolak, dus dat maakt het ook heel chic. En wat ook wel gaaf is, is deze kristalafwerking. Dan heb je dus eigenlijk hier bij de draaiknop kristal, hier in de pook en bij de volumeknop. Nou, deze auto heeft natuurlijk ook gesture control, dan kun je draaien met je vinger om het harder en zachter te zetten. Allemaal andere functies. Wat ik ook heel gaaf vind is trouwens hoe dat alles is afgewerkt hier en hoe dat het mooi in de deuren loopt. Je ziet echt dat alles perfect bij elkaar past. Nou ja, zilveren knoppen ook, dus het voelt echt wel gewoon premium aan. Alcantara dak natuurlijk, ook heel fijn. Misschien wel jammer dat het geen panoramisch dak heeft, maar ja, het is dat of een carbon dak, dat moet je zelf maar weten. Verder natuurlijk prachtige stoelen, van achter zijn het ook hele gave stoelen. Echt sportstoelen heb je het gevoel. Nou, en dan deze middenconsole, die loopt ook echt heel mooi door naar achter. Dus dan heb je echt het gevoel alsof je eigenlijk een beetje in een limousine zit, maar nog wel in een sportauto. Nou ja, verder, het ziet er gewoon heel gaaf uit. En nog een paar kleine functies natuurlijk. Deze auto heeft hier een USB-poort. En van achter is het allemaal USB-C, dus heel mooi in de tijd. Hier is ook nog een USB-C-poort, dus er zijn genoeg poorten om op te laden. Daarin, ja. Oké. En je kunt hier natuurlijk ook gewoon draadloos opladen. Nou ja, Hier is eigenlijk het centrale systeem waar je alles op kunt aanpassen. Dat is natuurlijk al wel bekend. Sport, comfort, Eco Pro en alles. Kun je alles op aanpassen. En voor je camera's kun je ook gewoon alles op zien op het systeem. Nou ja, 360 camera's natuurlijk. Dus dan kun je gewoon alles zien wat je maar wilt om en rond de auto. Heel handig voor zo'n lange bak. Nou, we gaan een lekker stukje rijden. Ja, wij zitten weer in die hele mooie BMW. Wij gaan even een stukje rijden en praten over de auto. Ja, want in deze M850i zit een 4,4 liter motor. V8 met 530 pk. En hij klinkt lekker. En 0 naar 100 zou in 3,9 seconden gaan, dus dat is echt razendsnel. Ja. Zo'n auto. Hij heeft ook vierwielaandrijving, dus ja. Je bent meteen van je marker. Je bent direct weg. Hij klinkt echt wel lekker, joh. Zo'n diep gebrul is het. Ja. Zo'n leeuw lijkt het wel. Een brulkikker. Dat is het. Ja, met het groene kleurtje. Ja. Zijn we ook meteen eco-vriendelijk. Groen. Het is natuurlijk, ja, want we werden net aangehouden door 2 politieagenten en die vonden het ook een prachtige kleur. Precies. Dat was niet omdat het hard reed. Ja, het is eigenlijk gewoon de perfecte, ja, dat is het voor de M8. Ja, eigenlijk, als je bijvoorbeeld de M8 is echt brullen en dat is ook echt opvallen en zo. Ja, precies. Maar als je nou een snelle auto wil en je wil niet, nou ja, met deze val je ook enorm op, maar je wil niet super hard opvallen en je wil ook nog gewoon rustig comfortabel kunnen rijden. Precies. Want hij rijdt ook echt nog comfortabel. Er zit... Deze auto heeft 20 inch velgen, dus is ongeveer, de bandenmaat was 30. Dus zou je denken, oh, dit is niet zo super veel comfort, maar je voelt eigenlijk niet echt veel. Nee, nee, precies. Als je in comfort staat, want je hebt hier Sport, Comfort, Eco Pro, Adaptive, dat is dat je het zelf kunt instellen, denk ik. Klopt. Ja. Je voelt eigenlijk niet super veel. Het is super comfortabel nog, wat ik eigenlijk niet had verwacht. Nee. Of ja, ik had verwacht dat het minder comfortabel zou zijn. Ja, ik weet niet, ik ben er ook wel verbaasd over. Maar inderdaad, als je bijvoorbeeld... Desnoods haal je de badges er vanaf en dan kun je het gewoon... je ziet niet eens het verschil tussen een 840 of zo bij wijze van spreken. Dan kun je gewoon mee naar het werk gaan, toch heb je een snelle auto. Je bent even naar huis, bent een landwerkje meepakken. Je hebt wel 4 uitlaten. Ja, klopt. Dat is wel cool. En wat ik ook wel gaaf vind, als ik in de spiegel kijk, zo die bredere achterkant, die heupen echt. Ja, dat is daar BMW bekend om. Ja. Dikke reet. Dikke reet, ja. Nou ja, verder van binnen alles perfect afgewerkt, hè. Hij heeft alles wat je nodig hebt. Ja. Ja, en wat BMW ook altijd heel goed doet, als je dan echt in die hoge versies zit, dan is echt alles wat je aanraakt is een koe. Echt het duurste van het duurste, ja. Een koe, want bij de meeste, wat ik ook altijd leuk vind bij BMW, bij de meeste merken, heb je op het stuur bij de toeter, is het dan van het hardere plastic. Ja, precies. Van het nepleer een beetje. Nepleer, maar bij BMW is dat echt helemaal leer en met die stitching zo helemaal door rond. Ja. Dan kun je lekker toeteren naar iedereen. Ja, precies. Je zult het niet merken, maar we rijden nu op kasseien. Nou, dat was het. Hier heb je nog een mooie kasseiweg. Nou, je ziet ons helemaal niet heen en weer gaan of zo. Het is helemaal niet rommelig hier. Super comfortabel. Ik heb helemaal nergens last van. Nee, even serieus. Het is echt wel comfortabel. Ja. We willen het toch ook nog wel even ergens anders over hebben. Over? Vergelijken. Ja. Met een andere wagen. Met wat zou je dit vergelijken? AMG GT. 53 of zo. 53. Ja, ja. S7. Ja. Ja, ja. En? Dat is het. De CLS. Nee man, de CLS is doe. Ja, dat zei ik gewoon. Nee, CLS vind ik niet mooi. Dat nut is van heel die auto's. Ja, dat snap ik ook niet. Daar ben ik mee eens. Dus dit is gewoon een hartstikke dikke bak. Zo. We zijn van de weg af. Sportstand aan, of niet? Sportstand. Sport Plus. Hoe heb je dat eigenlijk gedaan? Ja, 2 keer op sport. Als je op sport drukt, krijg je eigenlijk 3 verschillende standaard. Plus. Of individual. Het is wel echt een raket. Ja, dat is wel... Hij vliegt wel. Jeetje. Remt ook wel lekker. Ja. Goeie sportremmen. Zo. 300. Nee, daar gaat hij niet. Moet juist opletten. Oké, nou ja. Hij trekt heel snel op. En dat lekkere geluid ook van die V8. Ja, hij brult wel. dit super snel, die clippers hier. Nou, ik ga even een stukje rijden. Hè? Zoals altijd wisselen we even van. We gaan er aan! Dat ook. No. Nou, first impression. Ik vind het een prachtwagen. Ja, en hij trekt goed. Hij trekt hartstikke goed op. Als je hem start, dan klinkt, geeft hij ook protjes. Ja, niet normaal, dat zul je wel horen. Ah ja, protjes knallen. Echt inderdaad. Maar als je dat nou de hele tijd wil, dan moet je wel in wachten. Ja, precies. Nou, we zullen een beetje door de optielijst heen scrollen. Ja, een beetje ook vergelijken wat de concurrenten zijn. Excuseer mij. Sommigen vonden het niet leuk als ik mijn drankje in beeld had. Ja. Ja, dat is niet professioneel natuurlijk. Bij deze. Excuseer. Nee, dus inderdaad, concurrenten. Waar denken we aan? Ik denk dan wel aan de GT 350. Ja, AMG GT 350. Ja, en een A7, een beetje dat platform. En een S7 dan. Ja. We hebben nog niet met een AMG GT 350 gereden. Regelen. We hebben al wel met een A7 gereden. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk een hele ander type. Ja, dat is ook een hele andere configuratie. Het is echt een sportmodel, al een beetje het halve sportmodel, zeg maar. Het is wel het verschil tussen de A7 en dan een 8 Grand Coupé. Deze is veel praktischer een beetje. Ja. Maar bij die A7 heb je scherm, dat is alles scherm. Ja, alles touchscreen. Alles is touchscreen. Nou, gaan we even optrekken. Op eens even die Twingo. Welke Twingo? Oh, awesome zeg. Oh, joh, dit vliegt wel echt hoor. Is het nou groen? Ja, het is groen. Het is groen. Het is groen. Jongen, hij haalt ons weer in! Oh. Snel! Joh! Ja, dit ding vliegt echt. Dat vond hij niet leuk. Nee, dat weet ik. Ja. Maar ja, wat ik dus zei is dat bij BMW heb je nog heel veel knoppen. Ja, dat is wel fijn. Dat vinden de meeste mensen nog steeds het fijnste. Ja. Je kunt bijvoorbeeld, als je iets aan je stoelen wil veranderen, dan is daar een knopje voor. Bij die A7 moest je eerst door 10 menus heen. Ja, en ook wat je net zei, gewoon voor een sport en comfort heb je gewoon een knop. Je hoeft niet eerst naar het systeem, auto en dan, weet je wel. Exact. Het is allemaal eigenlijk gewoon wat je gebruikt zit in. Ja. Nou ja, en omdat hij natuurlijk bij BMW nu te koop staat, krijg je nog 2 jaar garantie? Ja, je krijgt 2 jaar garantie. Dus dat is altijd mooi meegenomen. Ja, precies. Zeker voor zo'n dure auto. Dus kunnen we ook meteen in het park rijden. Nou ja, en krijg hem weer terug. Hij is net ingereden, 12.000 kilometer. 12.000 kilometer, dus ja, dat is eigenlijk bijna niks. Nee. Dat is gewoon ingereden. Nou, hij is van 146.000. Ik zal het nog even herhalen. 146.000 naar 103. Goeie korting. Dat is korting van je leven. Ja. En je hebt een unieke kleur. Ik denk dat er zo niet veel individual kan zijn. Ik denk dat er eigenlijk bijna helemaal niet. Ja, nee, inderdaad. Bijna niemand eigenlijk. Gewoon niemand. Nee. En je hebt ook nog eens een heel mooi interieur, cognac. Ja. Wat wij eerst dachten dat niet zo goed zou mengen. Omdat we het op de foto's zagen. Ja, precies. Maar dat was het ook heel fel oranje. Maar ik vind het toch wel mooi. Ja, heel mooi. Dus zeker even in het echt langs gaan bij Meeusen. En dan kun je hem zelf bewonderen. En dan kun je hem ook zelf een proefrit mee maken en kopen. Hè? Dat zou het leukste zijn. Precies, dan heb je een auto gekocht waar wij in hebben gereden. Wat hij ook heeft, wat wel handig is softclose. Ja, precies. Ja. Dus je hoeft niet keihard je deur weer dicht te rammen. Smijten, nee. Of bang zijn dat de deur nog open staat. Nou ja, hij heeft eigenlijk alles wat je kunt bedenken. Ja. Dus noem iets op, hij heeft het. Ja, precies. Nou, zeg maar iets. Ja. Stuurverwarming? Ja, heeft hij. Drivers Pro, alles die systemen heeft hij. Comfort toegang? Allemaal. Heeft hij? Ah, ook die coole displaykeer. Ja, wij hebben nu dan gewoon de vervangsleutel, maar die displaykeer... Ja, dat is zo'n telefoonachtig iets. Dat is echt wel gaaf. En we dachten eerst dat het dan heel breed zou zijn, zo'n hele klomp in je broekzak. Ja, precies. Maar het is eigenlijk nog best smal. Nou, heb jij nog iets te vertellen over deze prachtige wagen, Rick? We zijn onderweg naar het CarTalk circuit. Oh ja. Nou, dat is gewoon geopend nu, hè? Dat is wel mooi. Dat is geopend, ja. Maar ja, dat is van ons, hè. Ja. En dan gaan we eens even de auto uittesten. Maar we weten dat hij snel optrekt. Ja. Maar het is natuurlijk wel een lange wagen en ja, best breed. We willen weten hoe die in de bochten ligt. Baan liggen hier, inderdaad. Want wel een logbak, een grote logbak. Daar gaan we. Circuit op. Ja. Vast in je seatbelt. We gaan eens even kijken wat hij kan. 1, 2, 3. geluid is mooi, maar niet ordinair, hè? Nee, ik vind wel dat het goed is dat je hoort bij het starten hoor je wel dat gebrobbel, hè? Ja. Maar ik vind het wel heel goed dat ze het niet altijd hebben. Want ja, waarom zou je anders een M8 kopen? Ja, precies. En het moet ook nog een beetje comfort zijn, een luxe snelle cruiser. Ja. Comfort heeft hij zeker wel, maar zoals je ziet is hij ook erg snel. Het is echt inderdaad niks op aan te merken. Nou ja, nu gaan we even wat we draaien erop. CarTalk in de chicane. Eerste bocht. En aan de tweede bocht komt er een zachte linkse. Hoe ligt hij nou eigenlijk in de bocht? Wat vind je ervan? Ah, ik vind het prima. Ik merk eigenlijk niet dat je zweeft of zo. Hij ligt echt wel strak, plat op de weg. Ja. Maar hij heeft ook dat M-differentieel zo, hè? Ja, ja, M-techniek en alles. Ja, sportdifferentieel. Ja. Nou ja, je merkt dat ook wel gewoon. Nee, ik bedoel, het is... Zo jongen, je vliegt echt uit elke bocht. Ja. En het leuke is vierwielaandrijving. Je kan altijd gewoon uit de bocht volgas gaan. Dat is waar. En je hoeft eigenlijk niet zo bang te zijn dat je de achterkant verliest. Nee, precies. Het gaat allemaal goed, snel en veilig, weet je wel? En hij stuurt ook lekker licht, hè? Niet normaal, man. Doet hij goed? Hij zegt wel goed in de bocht eigenlijk nog, ja, voor zo'n lange logge bak. Kijk, en dan zet je hem nou op comfort. Dan rij je even rustig naar de supermarkt en dan ga je naar huis. Dat was heftig. Kijk, perfect. Comfort. Ja? Hij doet het echt goed. Zo. Zoals je ziet zitten wij nu van achter in de 8-serie. En we hebben zeker voldoende ruimte. Hoe lang zijn wij? Ik ben 1,90 meter. Nou, en ik 1,87 of zo. En we hebben prima ruimte. Nou. Je haar wordt wel plat gedrukt, ja. Maar ja, ons haar staat ook een beetje omhoog, voor zover ik nog haar heb. Aerodynamisch haar. Maar nou, het is niet dat je helemaal niet kunt zitten. Ik heb ook genoeg ruimte, ja, deze stoel voor mij staat best ver naar achter. En ik heb toch nog wel twee dikke vingers ertussen. Ja, het voelt niet claustrofobisch, nee. Nee. En je hebt dit leuke dingetje voor je armpjes op te doen, bekerhoudertjes. Ja, het is leuk om met z'n twee te zitten, omdat het hier afgesloten is en doorloopt. Dus je kunt eigenlijk niet met z'n drieën zitten. En iedereen heeft een beetje zijn eigen deeltje hier. En het uitzicht naar voren is wel cool, hè? Ja, prachtig. Als je naar voren kijkt en echt alles ziet. Ja. En je hebt je eigen sportstoel. Ja, dat is ook wel gaaf. Nou, we staan weer eens voor de zoveelste keer in de garage. Nou, het is al wel heel lang geleden, maar je weet natuurlijk wat het betekent als we hier staan. We gaan een beetje naar lichten kijken. Nou, en we hebben er toch wel een hele mooie bak voor bij. Want die BMW hier heeft laserlichten. Met een mooi super strak design. En zoals altijd zal ik ook even de knipperlichten laten zien. Zoals je ziet is dat een mooie, hele grote lijn over het hele licht. Nou, daar houden we van. Zit ook in de spiegel. Zal ik ze weer even uitzetten snel. Dan gaan we naar de achterkant. Nou, wat heel mooi is bij de 8-serie is dat je zo'n lang licht hebt over de hele breedte van de zijkant eigenlijk. Het ziet er heel mooi uit. En ook hier heb je de knipperlichten mooi. Groot, lekker lang, lekker opvallend. Dus die lichten die voegen echt al toe aan hoe breed deze wagen eigenlijk wel niet is. Nou, zoals Rick net heeft gezegd, heeft deze auto natuurlijk van buiten ook prachtige verlichting. Maar van binnen heeft hij ook super gave sfeerverlichting. Je hebt hier hele mooie strook sfeerverlichting in de deuren. Achter, hier in de middenconsole, trek het helemaal door. Hier in het plafond. En het leuke is natuurlijk, ja, je kunt het aanpassen aan alle kleuren van de regenboog. Blauw, groen, brons, whatever, welke kleur je wilt. Dat is dus super gaaf. Dus weer een geslaagd interieur met goede sfeerverlichting, daar houden we van. Zijn we aan het einde van een video. We zijn bijna 2 keer gearresteerd vandaag. Maar we hebben een hele leuke video voor jullie klaargemaakt. En bedankt aan Meeusen voor deze prachtige auto. Ja, en mocht je nou geïnteresseerd zijn in deze BMW of in andere BMW's, dan kun je gewoon bij Meeusen terecht. Gewoon even googlen, meeusen.com of .be. En misschien rij jij ook wel in zo'n vette bak straks. Ja. Vergeet zeker niet te abonneren. Like, subscribe. En tot de volgende keer.